Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van dinsdag 19 juni. Opnieuw veel bewolking boven Nederland. En met name in de noordelijke helft van het land valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur die ligt vanochtend zo rond de 17 graden en er maait een zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt iets op en het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Vooral in het westen kan hier en daar de zon even doorbreken. Veel stelt het niet voor. Ook vanavond en vannacht zijn de wolkenvelden aanwezig met hier en daar een opklaring. De temperatuur ligt vanavond als de zon ondergaat, zo tussen de 16 en de 20 graden. Morgen begint de dag nog met veel bewolking, maar de zon breekt wel sneller door en er is warme lucht aanwezig. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden aan zee tot lokaal 28 graden in het binnenland. Het blijft morgen de hele dag droog en de wind waait uit het zuidwesten. Donderdag is de wind naar het noordwesten gedraaid. In de nacht van woensdag op donderdag valt er enige tijd regen en vanaf donderdag overdag komt er koude lucht het land binnen. De temperatuur loopt niet veel verder op dan 14 tot 18 graden en ook vrijdag en zaterdag is het wisselend bewolkt met temperaturen rond de 15 graden.